Voorzitter, vandaag hebben we onder de hamer de conceptwet houdende regels in zaken preventie en bestrijding van corruptie, de zogenaamde anticorruptiewet. Ik sta hier met gemengde gevoelens, omdat we weten dat corruptie enorme schade toebrengt aan de mogelijkheden van het volk en dat wij corruptie moeten bestrijden. Maar wanneer wetten worden behandeld, dienen die ook nageleefd te worden. We kunnen niet een situatie hebben dat wanneer de wet niet in ons straatje past, wij wijzigingen proberen door te voeren om de consequenties van die wetten ongedaan te maken. We hebben recent gezien hoe de terugroepwet van de volksvertegenwoordigers met man en macht binnen de Nationale Assemblée wordt bestreden om zo ervoor te zorgen dat terugroepen leden toch nog hun bijdrage kunnen blijven leveren aan de coalitie binnen de Nationale Assemblée. Ook kan genoemd worden de wijziging in de wet op leningenplafond, waarbij steeds wegen worden bewandeld om ervoor te zorgen dat monetaire autoriteiten sancties binnen de wet kunnen ontlopen. Kortom, voorzitter, zolang wij niet bereid zijn de consequenties te verbinden. Ja, maar ik kan dit natuurlijk niet echt laten passeren. U beschuldigt het parlement dat we een wijzigingen hebben gebracht in de leningenwet om ambtsdragers sancties te laten ontlopen. Kunt u zeggen welke wijzigingen? Voorzitter, er is, als u daarover specifiek wilt praten, het leningenplafond. Er is een wet welke is aangenomen in 2002. Waarbij er afspraken zijn gemaakt dat wat ons nee, is overkomen. Nee, u moet me zeggen welke wijzigingen. Ik geef aan toch? Nee, ik heb u een vraag gesteld, want u heeft een duidelijke beschuldiging geuit. En nu moet u zeggen welke wijzigingen zijn voorzitter, aangebracht. Dan moet u nu opstaan van die stoel en gaan zitten in die zaal. Dan kunnen we discussiëren. U bent voorzitter en u moet me de ruimte geven. Lid Rusland, die hamer is in mijn hand. Tot vandaag. Morgen weten we niet. Lid Rusland, ik moet u bij de orde houden. Ik moet opletten wat u zegt. U beschuldigt de Nationale Assemblée, waar u zelf deel van uitmaakt, dat leden, kunt u even rustig luisteren? Kunt u... Lid Etnel. Beloos. Lid Etnel, ja, lid Rusland, ik vraag u gewoon, omdat het belangrijk is, u heeft gezegd dat er wijzigingen zijn aangebracht in de wet om gezagsdragers te beschermen tegen vervolging. Welke wijziging? Dat is de vraag, niets anders. Nee, lid Doekie, rust. Voorzitter, ik heb 2 voorbeelden aangehaald. Om aan te geven. Voorbeelden van de wet staatsschuld. Mag ik? Geef me. Is de bedoeling dat ik niet mag praten? Dan ga ik zitten. Welke ik wil rustig uitleggen waar ik het over heb, maar u onderbreekt nee. me steeds. U moet me een antwoord geven op die vraag. Oké? Okay? Lid Rusland, gaat u gang. Kan ik doorgaan? Voorzitter. Ik heb 2 voorbeelden proberen aan te geven, om aan te geven dat wanneer wij wetten hier maken, dat wij ook volledig achter die wetten moeten gaan staan. En wanneer wij weten dat de politieke wil niet aanwezig is om wetten uit te voeren, dan zeg ik, dan heb ik gemengde gevoelens, ja, om vandaag hier te staan om te praten over de anticorruptiewet. Goed, het is een goede bedoeling, het is een goede wet. Lid Rusland, dat hebben we gehoord. Maar het ging niet daarover. U heeft een uitspraak concreet gedaan.
dat we hier de wet op de staatsschuld hebben gewijzigd om zodoende de gezagsdragers voor vervolging te behoeden. Welke wijziging? Dat is mijn vraag. Voorzitter, er is een leningenplafond in de wet. Wanneer nu de regering komt met voorstellen om aanpassing te brengen daaraan, omdat men ziet dat door het wanbeleid we in een situatie zijn beland, dat er extra leningen gesloten moeten worden, dat het land in problemen komt, dan worden er maatregelen, worden voorstellen gedaan voor wijziging van de wet, waardoor je het leningenplafond niet kan overschrijden. We hebben recentelijk nog een voorstel gehad van de regering op het leningenplafond, waarbij we hebben afgesproken 60%, om dat aan te passen naar 80%. Gelukkig dat u ook heeft ingezien dat dat niet acceptabel is. En de regering heeft zal de zaak moeten terugnemen en dan gaan we daarover weer plaatsen. Maar dat zijn pogingen om ervoor te zorgen dat er zaken worden gedaan buiten de wet. Dat bedoel ik. Ja, goed, let Rusland. U heeft dus geen voorbeeld kunnen geven dat we een wet hebben aangenomen. Als u dat niet heeft gehoord, dan kan ik u niet helpen. Dat we een wet hier hebben aangenomen. U heeft correct gesteld dat de regering een wet heeft gestuurd naar het parlement. En dat wij, ik en u, hebben aangegeven dat wij niet zonder meer het leningenplafond gaan verhogen. Dat heeft u correct gezegd. U heeft toch een terugroepwet hier zo geïntroduceerd en aangenomen. Een dag voordat de rechter uitspraak zou doen. Dat zijn wetten, gelegenheidswetten. Let Rusland rustig. Ik praat rustig met u. Let Rusland, we praten heel... Nee, het moet heel duidelijk zijn wat u hier zegt. U heeft meningen geuit over wetten en u heeft mij niet gehoord. U heeft meningen geuit dat de ene gelegenheidswetgeving volgens u door de andere is teruggenomen. U heeft meningen geuit. Ik heb niet geïnterveneerd. Ik heb u rustig laten praten. Maar wanneer u zegt dat hier een wet is aangenomen om overheidsfunctionarissen of gezagsdragers te beschermen tegen vervolging, dan is dat erg belangrijk en ik weet van niet van zo'n wet, dus ik vraag u om dan aan te geven welke wet. En u kunt het niet aangeven, terecht zegt u, nee, de regering had één ingediend en we hebben gezamenlijk gezegd, we gaan het anders aanpakken. Dus ik denk dat u moet opletten hoe u zaken formuleert, omdat wat u geformuleerd heeft, dus niet waar is. U kunt gewoon toegeven dat u de zaak verkeerd heeft geformuleerd. U heeft het verkeerd geformuleerd. En ik moet u daarop wijzen. Er is niet zo'n wet aangenomen hier, dat weet u. En dan moet u dat niet zo formuleren. Voorzitter, ik heb twee gevallen genoemd. Eén geval met betrekking tot het leningenplafond en één geval met betrekking tot de terugroepwet. Die gevallen zijn genoemd, die gevallen zijn hard. En u kunt zeggen dat het er niet is. Gaat u de handelingen na? U heeft toch twee wetten aangenomen? Eén nee, op de valreep de dag wetten, voor de rechter een uitspraak zou doen. En een wet om de definities met betrekking tot staatsschulden en dergelijke aan te passen, waardoor er meer ruimte ontstaat om te lenen. Dat heeft u gedaan. Dat is geen onwaarheid. En waarom schaamt u zich niet ervoor om dat te zeggen? Zegt u het gewoon. Let Rusland, als u formuleert... Mevrouw Vreedzaam, u weet niet waarover u praat, dus houdt u mond. Leden, let Rusland, als u formuleert dat er hier wetten zijn aangenomen... U weet niet waarover u praat, Rusland, als u formuleert dat er hier wetten zijn aangenomen om de plafonds te verschuiven, dus de lokale en de internationale te verschuiven, niet het totale plafond te verhogen, maar de plafonds te verschuiven, dan klopt dat. Dus als u dat had geformuleerd, dan is er geen wolkje aan de lucht. Het punt is, wat u heeft geformuleerd, is dat er een wet is aangenomen om ambtsdragers voor vervolging te behoeden. En dat is niet gebeurd. Alle vergaderingen van dit college zijn openbaar. Er is een wet aangenomen een paar dagen geleden, conform artikel 3 lid 5
van de wet die u zelf heeft aangenomen in 2002, die opening die mogelijkheid heeft geschapen. Dus er is niet, het is niet waar wat u heeft gezegd en dat moet u toegeven. U had het anders kunnen formuleren als u zegt, u heeft al eerder ruimte geschapen zoals u dat net heeft gezegd. Het college heeft dat gedaan, niet ik. Dan klopt het. Wanneer u zegt wat u heeft gezegd, dan klopt het niet. En ik ga u dus vragen om erop te letten, alle leden, dat u correct formuleert en dat u de juiste zaken aanhaalt en geen dingen zegt die niet kloppen. Het komt de laatste tijd vaker voor.